Yo allemaal, ik ben Tim Tigran. En ik ben Devin. We zijn natuurlijk met Govert. We zijn echt op een ziek mooie locatie hier op dit eiland. En we gaan kijken wat hier te doen valt. Je kijkt naar Seekers. Is this make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. We lopen nu naar de overkant van de klif. We hebben daar een soort van grot gezien, dus we gaan een beetje exploren en kijken wat er te zien valt. Ondertussen gaan we wat tricks dadelijk gooien op het strand. Het is hier super lekker weer, dus we gaan er ook gebruik van maken. Nou, we zijn nu echt bovenaan een soort van bergen langs het water. We moesten net heel awkward over een soort naakstrand waar echt oude naakte mensen liepen. En we liepen met onze camera, dus het was echt ongemakkelijk. We zijn er overheen gegaan snel, zodat we hier de berg op konden. Zodat we naar nog een ziekere locatie kunnen gaan die we net vanaf een afstandje zagen. Ja, super insane. Check daar de grot ook gewoon, hè. Even wat flips gegooid, chill gezeten en we gaan nu verder over de rotsen. Volgens mij zagen we vanuit daar zagen we echt een enorm zieke grotten. Je weet ook van afstand nooit hoe ver die grotten diep de bergen gaan, dus dat gaan we natuurlijk zelf gewoon checken. Maar eerst daar gewoon komen, dus we moeten nog flink wat rotsen klimmen en dan gaan we er komen. Let's go. Hier heb je die grot, jongens. Uit, we zijn er bijna. Holy shit. Ja. Holy shit. Dit is niet normaal. Dat is onze eigen grot. Het is echt gestoord. We zijn dus nu in die grot en we zien hiëroglyphen. We zien een soort gevangenisachtig ding. Weet je wat het is? Wat denk jij, Tim? Ja, ik denk dat dit een oude bunker was of zo. Maar er zitten hiëroglyphen in, hè? Een bunker. Dat is wel heel oud. Dat is in die tijd al nodig. Gast, en nog heel veel meer gangen. Dus ik denk dat we er even in moeten. We hebben beperkt licht, één zaklamp. Had ik natuurlijk niet verwacht. In het mooie weer aan een strandje gaan zitten. Verwacht je geen grotten. Ik weet niet hoe groot die is. We kunnen heel even een klein beetje rondkijken. Dit is echt massaal, dus we vinden zo de uitgang wel weer terug. Ja, het doet me een beetje denken aan Merkelgrotten. Die Merkelgrotten van Sint-Pietersberg. Maar dit ziet er wel steviger uit, vind ik. Ja, dit ziet er wel steviger uit. Dadelijk hebben we hier gewoon van die Neandertalers ingezeten. Oh, of dan weer botten vinden. Het is echt mooi dat het licht hier nog zo net doorheen schijnt. Ja. Hier stopt het, hè? Ja, hier stopt het. Lukt wel dood. We hebben dus echt een paar rondjes gelopen tussen die grotten. Het is niet zo heel erg groot, maar toch echt heel erg bizar om te zien. We hebben hier ook weer een andere opening die weer naar buiten leidt en eigenlijk weer op het strand uitkomt. Of bij die kliffen, inderdaad. Echt ziek mooi. Wie had dit gedacht? Niemand, toch? We hebben echt een heel chill plekje gevonden. Je kan er niet echt zomaar makkelijk komen, dus we kunnen daar gewoon relaxed privé zitten. Een soort klein privé strandje hebben we dan. Ja, nou, we gaan even kijken, even voelen hoe warm het water is of we kunnen zwemmen. Ja, hierheen. Welkom. Heel nice. What up? Wow, dat is een eigen crib.
Oh shit. Ja man. Fucking sick. En hier komt niemand. Nee. Want je moet door dit enorm zieke hol. Niemand gaat dit doen. En kijken of het diep genoeg is om misschien van de rots af te springen? Ja, zou leuk zijn man. Gaan het zien. We hebben tricks gedaan, grotten ontdekt en we zijn echt op het mooiste plekje van Mallorca gekomen. Net lekker gezwommen, van de klif afgesprongen, was super ziek. Als je dit nou ook vet vond, laat even een like achter, een leuke reactie en vergeet niet te abonneren. Kijk ook even op het kanaal van Govert Veldhaks, link staat in de beschrijving. Later! 3, 2, 1. Ah, kut. Is dat niet lekker, die kan klammen. 3, 2, 1. Hier, die was. Nice. 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 Nice.